ik wil op niemand lijken. Ik heet Clyde Esboom en ik wil gewoon mijn ding doen. Ja. 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 Maar een tijdje zat jij ook bij La Casse? Nou, ik zat niet bij La Casse. Ik heb dingen voor La Casse mogen doen, omdat ik de jongens van La Casse ken. En het is, als zij me vragen van, hey Clyde, ik kan je poenen, dan ben ik er altijd. Ik heb nooit in La Casse gespeeld. Ik heb wel wat dingetjes op cd mogen zetten. Voor de jongens van La Casse, dat wel, ja. Ik heb nooit vast, zeg maar, in die band gezeten. In Yorubala? In Yorubala heb ik, ik heb met het studio werk gedaan. In Yorubala heb ik opnames gedaan, klopt, ja. Klopt, dat is een goede groep. Maar wat was Yorubala nou voor een band eigenlijk? Want het was zo'n fenomeen. Het heeft niet, ze hebben niet eens heel lang bestaan, maar mensen hebben het er nog steeds over. Wat ze speelden was een soort van rockklassiek. Je zag ook hun klederdrag, leer wat ze aantrokken, eigenlijk punkers en al dat soort dingen wat ze aan hadden. Mm-hmm. En die klassieker die ze speelden was een heel ander soort klassieker. Ik weet niet of je weet wat ze sikkete noemen. Rekka katak rekka katak rekka katak rekka katak mide mide katak 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 mide mide. Het lijkt alsof een paard, als je luistert, lijkt alsof zo'n paard een soort assie, ja, precies, ja, klopt. Ja, ze hadden duidelijk een andere visie, ze hadden dat publiek, ze hadden een goed publiek alles hoor voor die tijd. Maar nogmaals, ik geloof dat al dat soort bandjes, het had te maken met een bepaalde discipline die op een bepaald moment, ja, op een gegeven moment was het gewoon op. Ja. Op een gegeven moment was het gewoon op. Ja, maar hoe komt het dat die stijl, ja, eigenlijk niet is, ja, verder is, ja, verfijnd eigenlijk? Dat is een goede vraag die ik niet kan beantwoorden. Nee, die vraag kan niet beantwoorden. Maar er zijn anderen opgestaan die misschien andere ideeën hadden, andere gedachten. Hoe ze dat, in ieder geval in hun tijd waren ze bekend. En waarom het niet verder gegaan is, dat weet ik niet. Nee.